kantoorpand staat leeg. Het is een taak voor de staat om voor goede woonruimte te zorgen. Dat doen ze niet. En sterker nog, door de invoering van het kraakverbod negeren ze deze taak actief. Ze ontruimen mensen die een plek hebben gevonden om te wonen. En dat kan niet. Dus overheid, neem je verantwoordelijkheid en schaf het kraakverbod weer af. De overheid moet stoppen met zich te verschuilen achter het Openbaar Ministerie en deze wet. De overheid heeft de taak om voor fatsoenlijk betaalbare woonruimte te zorgen. De initiatiefnemers van de wet hebben gedaan alsof er toch over nagedacht is het leegstandsbeleid. Maar dat is een wassen neus. De instrumenten die ze hebben gekregen in de wet kraken leegstand hadden ze al uit andere wetten en daar hebben ze nooit wat mee gedaan. Dus nu, als kraken verboden is, overheid, pak dan ook de leegstand aan. Zorg voor betaalbare woonruimte en ga niet de mensen die het probleem signaleren krakers opsluiten. En ga ook niet de mensen die een alternatieve, goede manier hebben om het probleem op te lossen door te wonen in een kraakpand criminaliseren. Yes. De overheid moet zich niet langer voor het karretje laten spannen van malafide vastgoedhandelaren en speculanten. Die tijd moet voorbij zijn. Er moet een sociaal leegstandsbeleid komen. Kraken is altijd het sociale antwoord geweest op de woningnood. Na de invoering van de wet moet kraken dat blijven, zolang de overheid niet hun verantwoordelijkheid neemt. Het recht staat misschien nu niet meer achter kraken, maar kraken is nog steeds rechtvaardig. Zorg dus dat wie het wil horen, dat je vertelt over de redenen waarom je kraakt. Of dit nou is om achterlijke speculanten tegen te gaan, om kritiek te leveren op het woningbeleid, of omdat het gewoon simpelweg is omdat je anders geen dak boven je hoofd hebt. Wees weerbaar en voer actie op de manier die voor jou het beste lijkt. De juridische weg is één van de actiemanieren, maar zeker niet de enige. De wet kraken leegstand is een juridisch gedrocht. Er klopt niets van, zowel in de manier waarop de wet is opgebouwd en de inhoud. Met Stichting 138a proberen wij en een groot aantal andere juristen en advocaten de wet te stoppen via de rechter. We proberen dit door kort gedingen aan te spannen tegen de staat. Dus wees ervan bewust dat die mogelijkheid bestaat. We hebben met de stichting flyers gemaakt. Die zijn hier op te halen of in de bakfiets te krijgen. Dus neem er een mee mocht je erin geïnteresseerd staan. Er staan de rechten van krakers in na 1 oktober. Dus krakers, laat zien dat jullie het sociale antwoord zijn op de woningnood. Yeah!